Ja, Martijn Keizer, wat een etappe vandaag. Hadden jullie eigenlijk verwacht dat het zo spectaculair zou zijn? Ja, daar kun je wel van uitgaan als een kwadritje natuurlijk in twee echte bergen. Dan kun je ervan uitgaan dat de concurrentie wil gaan aanvallen. En hadden jullie ook verwacht dat het dan op deze manier zo zou gaan? Nee, dan misschien niet, want het is nu, ja, ik denk dat de eerste klimreden al, die heeft die van Vietreden daar al weg, of ijs. Dus dat het zo vroeg in de koers zou gebeuren, had ik zelf niet verwacht. Nee. Je bent ook kamergenoot van Steven natuurlijk. Het einde van de Giro komt steeds dichterbij. Hij rijdt in het roze. Merk je dat die spanning stijgt bij jullie op de slaapkamer? Ja, het is niet alleen op de slaapkamer natuurlijk waar de spanning stijgt. Maar voor ons dit is gewoon iets wat wij als ploeg nog nooit meegemaakt hebben in deze situatie. Dus ja, de spanning is natuurlijk heel erg hoog. En ja, ik ben zelf als Steven er gewoon... Ja, niet cool onder, maar die weet wel heel erg goed waar hij mee bezig is. Dus nee, dat gevoel heb ik niet echt dat bij hem de spanning staat. Maar gewoon in het algemeen bij de ploeg. Ja, bij de ploegleiding is het natuurlijk. Zijn het gewoon hele spannende dagen. Ja, en is het dan ook extra fijn voor jullie dat Steven zo rustig blijft? Ja, dat is natuurlijk wel een heel positief punt. Maar als hij helemaal hoog op de botel en helemaal. Helemaal druk van tevoren in de bus is en s'avonds aan tafel, ja, dat brengt natuurlijk wel een beetje extra spanning mee. Mm-hmm. Maar hij straalt gewoon heel veel, gewoon een heel goed leiderschap straalt hij uit. En ja, wat ik net ook al aangaf, hij heeft gewoon, hij geeft gewoon een indruk dat hij gewoon heel goed weet waar hij mee bezig is. Mm-hmm. Je ligt natuurlijk, wat ik net ook al zei, met hem op de slaapkamer. Hebben jullie het dan wel eens voor het slapen gaan nog over zo'n roze trui of over misschien een eindzegen? Of hebben jullie dan over hele andere dingen? Ja, natuurlijk ben je wel een beetje een dagdroom. Maar ja, het is natuurlijk, er hoeft maar iets mis te gaan. En ja, weet je, het hoeft niet eens in je eigen hand te liggen dat er iets mis gaat. Dus het is niet dat we het al over de eindzegen hebben. Dus gewoon, we maken wel eens wat grapjes over die roze trui. Want ja, het is natuurlijk een best wel een rare kleur. Mm-hmm. Dus ja, het gaat meer een beetje om een beetje dolle. Niet echt om de eindzegen, daar hebben we het dan niet echt over. Nee, goed. Is er ook nog een kijkersvraag binnengekomen, Martijn, van Rahim Vlasblom. Die vroeg zich af, hoe beleef jij eigenlijk die Giro en wat vind je nu precies van die roze trui? Ja, kijk, de Giro voor mij, dit is... Ja, van tevoren ga je met... ik heb me voorbereid om zo goed mogelijk hier te zijn, samen streven op de Tenerife. Daarbij hoorde mijn taak om Steven zo lang mogelijk te ondersteunen. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Maar wat er nu aan de hand is, had je het natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Dus het is, elke dag moeten we een plan maken en veranderen de dingen wel om hem te ondersteunen. En, hoe kijk je dan nu precies naar die roze trui? Dat was zijn vervolgende vraag. Kijk, het is natuurlijk iets unieks dat die trui roze is. Dat is een bijzaak. Ik ben gewoon leider in een van de grote rondes van het jaar. Dat is gewoon een unieke prestatie. Ik kijk er vooral met heel veel respect naar Steven uit. Ja, wat ik net ook al aangaf, hij is gewoon een hele groot leider. En dat straalt je uit over de hele ploeg. Het is gewoon een unieke ervaring. Het is gewoon heel moeilijk uit te leggen van hoe je dat ziet. Ja, hey, en in het voetbal zie je wel eens natuurlijk, als er ergens een beker wordt gewonnen, dat iedereen met die beker aan de haal gaat. Hoe zit dat met die roze trui? Ik kan me voorstellen dat als hij bij jullie op de slaapkamer ligt, dat je misschien wel eens denkt van, kijk hoe dat mij staat? Ik denk dat zondag, die beker hou je ook pas vast aan het einde als hij gewonnen is. Dus ik denk dat zondag, als het eenmaal binnen is, dat we misschien wel wat gekkigheid gaan uithalen. Maar op dit moment is gewoon focus op elke dag. En gewoon zorgen dat we gewoon zo fit en fit mogelijk de golven aan de start staan. En dan, zondag gaan we wel zien wat we dan hebben. Misschien trekken we dan allemaal wel een truitje en wie weet. Ja, nee, het is niet zo dat je lekker toen Steven weg was, stiekem die roze trui voor de spiegel hebt aangetrokken. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, goed. Tot slot, Martijn. Wat is nu het plan voor de komende dagen eigenlijk? Ja, dat lijkt me duidelijk. Gewoon die trui verdedigen. Morgen is een vlakke rit. Laat die sprinters ploeg onderling maar uit gaan vechten wat ze willen gaan doen. Voor ons is er maar één hoofddoel. En dat is die roze trui. Dus als we morgen een kopgroep is met dat iedereen op een uur staat, dan gaan wij nog wat die druk over maken. Het is gewoon volledig gefocust op die trui. Ja, laat ik dan nog de vraag iets anders stellen. Waar liggen op dit moment nog voor jullie als ploeg de belangrijkste punten?
dit kan de hele dag een focus op van één gat in de weg te zitten en je rijdt er door en ja, er kan wat gebeuren. Dus het is gewoon, juist die sprintetappes is gewoon ook gewoon 100% focus. Dat er gewoon geen gaten vallen, dat er geen gekkigheid gebeurt. Dus ik denk dat elke etappe wel zijn valkuil heeft. En ja, daar moet ik gewoon. Kijk, we zijn nu zo ver gekomen, dus we hebben dat heel goed gedaan. Dus ja, we gaan het gewoon verder blijven doen. En dan hopelijk met de roze trui na zondag terug het vliegtuig in naar Nederland. Ja, klopt inderdaad. Goed. Martijn, ik dank je hartelijk voor je tijd voor nu. En ik wens jullie voor de komende dagen nog veel succes. En hopelijk met een mooi resultaat terug naar Nederland zondag. Ja, dank je wel.